Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Welkom, welkom. Nou, ik kom bij binnen. Ja, zoals beloofd, hè? Alles geregeld. Ben je aan het filmen dan? Nu? Wij zijn zeker aan het filmen. Oh, kijk, nee, kom verder. Ruud, wat kan ik jou allemaal vertellen? Wat wil je weten? Nou, ik denk dat het leukste is om toch weer even bij het begin te beginnen. Want we staan hier, het is nu helemaal af. Ja. 20 jaar geduurd. Vertel de historie. En dat in een notendop. Als dat kan. Ja, jeetje, nou, dit is... Alles wat je hier ziet, was er niet. Dus de kolommen, het was nooit af. Dus er waren alleen 4 muren en geen verdiepingsvloeren. Dit was dicht. Dit was geen atrium. Dus dat hebben we allemaal van de grond af en van deze laag gewoon allemaal weer opgebouwd. Of niet weer opgebouwd, maar gewoon afgebouwd. En alles is gebaseerd op die eerste tekeningen van architect Muiskes uit 1880. Ja. Die hebben we allemaal weten te verzamelen. En zelfs met de kleuren voor de kolommen. Die kwamen dus al deze... opbouw van kleuren en groen en rood en het zwarte. Dit komt allemaal uit de tekeningen van de Jong Schouwburg. Want het is altijd jouw doel geweest, hè? Om... Nou, dat was wel het streven om dit voor elkaar te krijgen. En in eerste instantie was het bedoeling dat we het van beton maakten, omdat natuursteen gewoon niet te betalen is. Ja. En dan marmeren, en dat is, dat hoefden we dus niet meer te doen, want we door in China te zijn. Ja. Want dit is een heel speciaal verhaal, want je moest in totaal 80 hebben. Ja, nou, als je dat helemaal doortelt, dan kom je erop aan dat aantal. Ja. Dus dat zijn de 80, die in de wand staan, en de ronde. En je ziet overal het beeldhouwwerk waar ik het over gehad heb, zie je. En dat is allemaal met de hand gehakt. En daarboven de Corinthische en de Ionische, de hele opbouw vanuit de Romeinen is hier gewoon neergezet door de Muisken in de tijd. Maar uiteindelijk gaat het erom, er heeft hier natuurlijk een prachtig gebouw voor gestaan in 1600. En dat was in competitie met het Loo. Dat waren twee hele bijzondere landgoederen. Ik heb net een schilderij kunnen ontvangen, daar nog een afbeelding. Die is niet bekend, die afbeelding. Die komt uit een Schots... Mag ik hem zien? Ja. Kom maar even kijken. Ja, kom binnen. Dank je wel. In de voorkamer en... Hier heb je het schilderij wat ik bedoelde. En dan zie je dus, dit is 1700, half 7, ja. Je ziet hier het grote huis wat daarvoor heeft gestaan. Met het poortgebouw. En dat poortgebouw stond voor de brug. En Elswoud had twee poortgebouwen, eentje aan de straat. En eentje naar het privégedeelte van het landhuis. Je ziet ook, vroeger hadden ze van die mooie hoge muren en van die follies, hè, die huisjes, dat als je op de binnenplaats staat, dat je dan een heel romantisch geheel hebt. Met al die toepassingen. En daar zie je die heuvel die daar zit, die is afgegraven en daar is nu de Ramplaankwartier. Jeetje, wat mooi dat je dit hebt weten te bemachtigen ook. Iemand herkende dat. Vroeg hoe komen jullie eraan? En zeiden ja, dat is een keertje bij ons beland. Maar het is te koop, dus doe ik me voorstellen. Die mensen hebben het meegenomen, kwam bij een handelaar terecht. En die belde ons weer op en zei: gewoon misschien ter informatie, maar een heel mooi schilderij van het oude huis. En dit was nog niet bekend. Mooi. En past hier natuurlijk ook perfect. Ja, nee. Betere plek is er niet. Nu, je zou het nu niet in je hoofd halen om dit te slopen voor een nieuw huis. Weet u ook wat de reden is geweest dat dat is gesloopt? Ja, weet je, de Elswoud was zo'n mooi landgoed dat vanaf 1600 het altijd in hele bijzondere families is geweest. Dus de Boreel, er zijn zoveel gebruikers geweest en iedereen wilde toch weer het huis naar zijn eigen hand zetten.
En het laatste huis wat hier gestaan heeft, dat was dus dit huis maar 3 keer verbouwd. In die verbouwingen is het poortgebouw ook gesloopt. Dus er bleef steeds minder over. En toen zei, dat was ook de reden dat meneer Borski zei van, nou ga ik hier wat moois neerzetten. Tot hij dus kwam te overlijden en het... Heb ik het even overgenomen, de taak. Dat is, de architect is Ray Kenty, hè? Dus ja. Die heeft al het... En de inrichting, het behang en de toevoegingen, de spiegels. Echt het inrichten, het stofferen, dat komt bij mijn dochter vandaan. Wow. Ja, die heeft dat creatieve ook in zich. Mooi. Volledig vertrouwen? Ja. Ja, dat is mooi, hè? Dat is waar je goed in bent. En zij kwam ook met, we gaan die spiegeltjes toch nog even voor de opening in doen. Dat was één dag voor de spiegels zaten erop. 1 dag voor de opening. Ja, ongelooflijk mooi. Hele mooie touch. Dus echt hele mooie, heel smaakvol gedaan. Maar er moet ook echt een passie in zitten voor het in stand houden of weer terugbrengen van die oude historische panden. Dat moet heel diep van binnen zitten. Ja, maar dat is ook de waarde die je toevoegt. En ik vind altijd een gebruiker van een gebouw moet zich daarin in thuis voelen. Dat hij daar zijn bedrijf kan vinden. Dit is met het gebouw precies hetzelfde. Hoe is uw liefde voor die oudere, voor die historische panden ontstaan? Ja, die was van begin af aan. Van jongs af aan, als klein jongetje. Ja. Ja, dat is echt standaard. Altijd geweest. Altijd geweest, ja. En is dit dan de kers op de taart? U heeft natuurlijk het Pentgebouw heeft u gedaan, Sugar City heeft u gedaan, nog veel meer oudere panden. Maar is dit de kers op de taart? Dit is al heel ver gegaan. Dat je naar je inkoop van je bouwmaterialen dus aan de andere kant van de wereld moet zijn. En daar de heel diep de groeven in gaat en reizen maakt. Dus dat gaat wel heel ver. Maar als je het niet doet, dan krijg je dit nooit af. Krijg je het niet gerealiseerd. Want je wil natuurlijk toch nog voor binnen een bepaalde prijs dingen voor elkaar boksen. Want anders loopt het volledig uit de hand. Maar toch kan ik mij niet aan de gedachte onttrekken dat het sowieso uit de hand is gelopen, financieel gezien. Daar is op een gegeven moment is daar niet meer tegenop te boksen. Kijk, als je naar zo'n deur kijkt, ja, die kan ook van spaanplaat gemaakt worden. Dan heb je ook een deur. Zeker. Ja, maar ja, dan is het een teleurstelling. Ja, dus... Dan kan je ook wel weer iets verder zoeken. Dus nu klopt het allemaal. En dan zie ik ook in het hele pand door overal kroonluchters. Waar komen die vandaan? Dat was natuurlijk een zoektocht. Waar koop je nou kroonluchters, maar niet 4, gewoon iets meer. En dat houdt al gauw op bij 2 dezelfde. Dus we hebben een Franse kroonluchter. Uit die tijd, en dat mag ook in een Italiaans architectuur, van diezelfde tijd ook de kroonluchters, kan je daarop uitkiezen. En die hebben we laten maken in Egypte. En hoeveel zijn het er in totaal, in het hele 80. Gebouw? 80. En we hebben 80 kolommen, 80 kroonluchters. Dat is een mooi terugkerend. Dat is voor het eerst scherp, ja. Maar misschien ben ik wel in de war met de getallen, maar... Maar we kunnen ze gaan tellen. Laat me weten of het is gelukt. En dan nu de jachtkamer. Dat is een van uw favoriete kamers, heb ik verteld u. Daar kunnen we nu heen. Maar zullen we eerst de Chinese kamer toch doen? Doen we eerst de Chinese kamer? Ja, dan gaan we eerst de Chinese kamer doen. Kom verder. Sorry, ik kijk heel even naar de lift. Ongelooflijk. Kijk, dat is wel leuk om dit even te zien. Ken je het Van Gogh Museum in Amsterdam? Oké. Okay. Rhetorische vraag, dank u. Maar Moco Museum ook? Ja? Dat is goed. Dat is dus dit is de kamer van het Moco Museum. Als je binnenkomt meteen linksaf. En dan zie je dus dit plafond. En daar zat een plafond onder. En dat viel naar beneden tijdens de restauratie. En dat zag er zo uit. En dat hebben we dus, dit plafond hebben we opgerold, schoongemaakt, gerestaureerd en hier hangt het dan weer. Ongelooflijk. Ja, leuk hè?
Dus het was helemaal doorrookt en het is helemaal schoongemaakt en opnieuw gespannen. Het is een linnen plafond. Dat is natuurlijk leuk. Het is uit 1900, dus we zaten in een dilemma. Welk plafond moeten we nou behouden daar met de restauratie? En ze hebben gezegd, nee, we houden het originele plafond. Wat daar hoort, dat houden we. En dan hebben we dit over. En het heeft 10 jaar in opslag. Het pand van het MoCo Museum is dus ook van Cobra Spen in uw bezit. Nee, dan heb ik de link. Ja, maar we konden het gelukkig hebben het opgeslagen in het depot en dan heeft het 10 jaar gelegen. En alles hier in deze kamer heeft u zelf verzameld tijdens uw reis naar China? De schouw komt uit een villa in Bloemendaal die verbouwd werd. En ik zeg gewoon, zet dit weer even terug. En deze kasten die hebben natuurlijk ook onze reis in China. Zo'n apothekerskast weer meegenomen. Ja, die kom je natuurlijk wel veel tegen. En zo'n scherm. Mooi ook. En u heeft dus alles zelf uitgezocht? Bijna elk detail wat hier staat? Ja. Even kijken, gewoon de vrijmibo is begonnen en dan is dit je werkplek. We komen eraan. Even doorzetten nog. Oh, en dit zijn die, hoe heet het ook alweer? Belusters? Nee, hoe heette die? Prieeltjes? Dit is geen folie of een prieeltje? Wat is het? Ja, het is een prieeltje. Het is een prieeltje, maar een folie. Je hebt een aantal folies hier. Nee. Het is niet een nepper, dit is, kan je echt in. En vroeger was het dus een gebruik dat je als landgoedeigenaar, als je bereisd was en je ontving bezoek, en dan liep je een rondje en dan zei je, goh, en we zijn nog in Pakistan geweest. En dan kijk je uit dat raam daar en dan zie je dus een Oostenrijks chaletje voor de herten. En in die traditie hebben we gezegd, nou, wij zijn dus ook op pad geweest, wij zijn in China geweest. En vandaar die Chinese kamer. Want dat was natuurlijk niet in Muiskens plan. Maar je ziet deze details. Dit Chinese slingertje, hè. En die hebben we weer gekopieerd en die zitten hier weer in. Dit is dan eigenlijk ook een soort herinnering aan aan alle effort en alle input en al die reizen naar China. En alles wat hierbij is komen. Kijk, een soort herinnering in. Ja. Dit is waardoor het hier staat. Ja. Dit is waarom het is gelukt. Dit is nu een onderdeel van het verhaal van het landhuis geworden. En dan krijg je nou zo'n prachtige, ja, dit is echt beeldschoon natuursteenwerk. Dit is echt top Chinees. Als u hier dan rondloopt, hè? Trots? Nee, trots. Wat voelt u dan? Hoe kijkt u hier dan? Hoe loopt u hier dan rond? Tevredenheid. Het is gelukt. Het is geen trots. Nee. Het past niet. Het past niet bij uw karakter om daar dan trots op te zijn? Nee. Nee, maar voor wie? Voor wat? Als je in de tijdslijn van de historie kijkt, zijn we maar op die lat een kleinste centimetertje. En dus wij zijn eigenlijk ook maar passanten. En er zijn heel veel passanten in die 140 jaar geweest die niet alles hebben kunnen doen, maar wel altijd een stukje. Die hebben het wel in het gebouw overeind gehouden door het een beetje min of meer te gebruiken. Met wat er was, school en alles. En nu, men heeft ook veel meer waardering nu voor de cultuur waar we allemaal in wonen. Maar u heeft wel iets blijvends neergezet. Dit dus is ook cultuur. Als een bijpassant. Dit is voor dit Nederland, is dit belangrijk. Dat het verhaal van mevrouw Borski, dat die 70% van het startkapitaal voor het oprichten van de Nederlandse bank heeft gefourneerd. Nou, dat is natuurlijk een bijzonder verhaal. En dus zij heeft dat gedaan. En koning Willem I, die was samen waren ze sterk. En Gerard Heineken heeft er ook weer zijn startkapitaal voor Heineken op te richten. En alle suikerfabrieken in Nederland waren ook allemaal van haar. Dus dat is allemaal natuurlijk vererfd, maar zij waren wel de economische motor van die tijd. En het is mooi als je dus zo'n huis met zo'n achtergrondhistorie dan kan afmaken. En dan, over 100 jaar lopen nog steeds mensen hier. Wat is de reden dat nu, want jullie bedrijf zit hier, uw bedrijf zit hier. Is dat een bewuste keuze of meer? Wij kwamen uit een crisis. Economische crisis.
En dat is in 2008, hebben we 200 man naar huis gestuurd. Op alle bouwwerken. En dan hebben we dus de uitgaves stilgelegd. En af te wachten wanneer het ooit weer zou goedkomen. En dan vervolgens hebben we dit op slot gedaan. Dit gebouw, Elswoud. En dat was voor 95% klaar. En dan werden we zeiden, ja, geen uitgaves meer. En dan zijn we weggegaan. En 7 jaar later teruggekomen. Ja. En nu? Maar toen met wat gaan we ermee doen? Nou, we verkopen ons eigen kantoor. En dan gaan we hierin en verhuizen we naar deze plek. En dat is dus niet uit luxe, maar uit armoede. Nou ja, als ik dan om me heen kijk dan... Dat is toch nu heel moeilijk uit te leggen. Wat armoede, ja, dat is natuurlijk geweldig allemaal, maar... Even kijken of we... Dus dit is de jachtkamer. Ja, dus in elk landhuis hoort natuurlijk een jachtkamer. En dit was natuurlijk... al die lambriseringen die je hier ziet, die komen uit allerlei projecten van ons waar ze door omstandigheden weg moesten. Sommige villa's kwamen de lambriseringen tegen die ze weer mee hadden genomen uit Amsterdam in 1900. Want de rokerskamer van meneer moest ook mee. Dus die werd uit Amsterdam eruit gesloopt en die ging naar Bloemendaal. En hadden ze dan een buitenhuis, wel met de rokerskamer van meneer. Nou, en dan, die hebben wij weer vervolgens eruit gehaald. En die zijn opnieuw verhuisd dan weer naar dit. Ik vind het glas en lood. Glas en lood komt van Kennemerplein 2 in Haarlem, van de Serre. Is dat ook weer een bewuste keuze om zoveel mogelijk te, ja, laat ik het recyclen noemen, maar... Het is allemaal, het is authentiek en je moet het als je het op de goede plek toepast. Kijk, dit geeft nu een Oostenrijks gevoel, hè? Met zo'n jachtkamer, nou, dat is, als je in Oostenrijk bent, kom je dat niet anders tegen. Nou, dat hoort dus in een jachtkamer. En we hadden al dat materiaal bewaard. Dat hadden we al 25 jaar in opslag. Dat moet ook een keertje op. En hier zie je ook weer de schouw. Die komt dan weer ook weer uit een Bloemendaalse villa waar die niet gewenst was. Ja, dat kan, hè. Die mensen die komen in zo'n gebouw en richten het naar hun eigen wens in. En die zeggen, al die donkere houten lambrisering moet eruit. Begrijpelijk. Maar het is oude kasten. We hadden die lambrisering en hadden we daar iets te kort. Maar dan hebben we dus op de veiling deze kast gekocht. Hè, dus deze kast. Ja. Maar die was 2 keer zo breed. En dan hebben we de zaag ingezet, zo. En die helft die er afzaagde, die staat daar. Hier. En dan zie je dat de plankjes die hierin zijn, deze, het motief, de opbouw van die plankjes. Ja. Die zijn weer gelijk aan... De deuren uit de Mollaan in Bloemendaal. Ongelooflijk. Dus als je uit je voorraad zo kiest dat het allemaal klopt, dan kom je binnen en zeg je, ja, het is altijd zo geweest. Ja. Nou, ik vind het ook mooi dat het lokaal is. Dus we staan hier in Overveen en dat er zoveel onderdelen uit Bloemendaal in Bloemendaal weer terug zijn of blijven. Al deze dieren, allemaal echte opgezette dieren. Ja, deze komt van de verzamelbeurs in Utrecht. Ja, hij is een beetje beschadigd, maar dat geeft niet. Dat is, dit is het verhaal. Mooi, ja, het is helemaal echt. En als je hier voelt, kijk, als je hier voelt, het is echt, echt. Ja, huid. Ja. Maar het is zo smaakvol gedaan, want dit kan ook heel snel heel tacky worden. Ja, dat is allemaal rommelmarkt. Ja, maar gaat u dan zelf die rommelmarkt af? Allemaal? Ja, we waren dus op de rommelmarkt in Utrecht en ik was met mijn kinderen. We zeiden, dan gaan we even struinen en even kijken. Jongens, even leuk. Nou, de kinderen hebben dat ook wel, dat struinen en zoeken. Maar als je dan met z'n allen in een kolonne gaat, dan houdt iedereen elkaar op. Ja. Dus dat is heel, heel, heel onhandig. Dus ik zei, nou, iedereen gaat zijn eigen richting uit en dit zoeken we. Doe even je eigen... Ja, dan komen we weer centraal op één plek en dan gaan we vertellen wat we gezien hebben en dan gaan we daarop af. Dus zo gebeurde het. Dus ik kwam dus bij die meneer die zebra die had staan.
Dus ik zei, oh, wat goed. Dus ik klap die zebra af. Dus zei, die is dan verkocht. Maar zet er meteen even een bordje verkocht op. Want ik kom zo langs en dan met mijn dochter. En die gaat, ik weet zeker dat zij hem gaat aanwijzen. En dus, dat gebeurde dus ook. Dus we gingen natuurlijk met z'n allen gewoon langs die zebra. En mijn dochter, potverdrie zeg, verkocht. En toen moest ik lachen. Toen zei ze, nee hè. Ja. Dit is dan toch wel heel modern in dit pand. Ja, dit kwam ik tegen in Essen op de beurs. En het leuke was daarvan, deze man, Reinold Gerner, die uit 81, die vond het leuk om van een helikoptermotor een Sputnik-achtig product te maken. Dat is natuurlijk. En dat is met hergebruik en met de kracht van, van het materiaal wat je hebt, maak je iets anders. Hij heeft, dat is de Discovery of Reuse, hebben wij het genoemd. De ontdekking van het hergebruik. Dit doen wij al 30, 35 jaar. 40 jaar bijna. Volgend jaar 40 jaar. En dat is gewoon uit. Ik heb een trap nodig. Daar is geen over. Dan gaat hij daarin. En zo altijd. Zo is het altijd geweest. Louise Prins, heel erg bedankt voor deze rondleiding, voor alle toelichting. Ruth, bedankt voor je komst. Ja, wij zagen een vrijdagmiddagborrel. Ja, ik zou zeggen schuif aan. Ik wilde net zeggen, Maurice Dorst. Biertje erbij. Dankjewel.